In Spakenburg Nu kunt u vandaag deze onderwerpen zien. Huldiging Gouden Brandweermannen. Nostalgische foto Visserijdag. Huldiging Sportkampioenen. Dag van de aangepaste sport. Ambachten Plus. Op maandag 3 september vond de huldiging van de Bunschoter Sportkampioenen plaats. Ook dit jaar zijn er weer geweldige prestaties geleverd en werden er veel kampioenen gehuldigd. De huldiging vond dit jaar plaats bij watersportvereniging De Eendracht. Door deze huldiging wilde het gemeentebestuur haar waardering uitspreken voor de manier waarop sporters de gemeente Bunschoten hebben vertegenwoordigd in binnen- en of buitenland. Eenmaal in het jaar worden de kampioenen van de gemeente Bunschoten in het zonnetje gezet. De locatie was ditmaal watersportvereniging De Eendracht. De gemeente wisselt dat af. En het is mooi om dan bij elkaar in de sportieve keuken te kijken. De kantine, de plek van ontmoeting van de leden, dit keer dus watersportvereniging. 150 mensen verzamelden zich op maandag 3 september. En het openingswoord werd verzorgd door de wethouder van sportzaken, Alice Kok. Als gemeente Bunschoten zijn we heel trots dat we zoveel sporters in ons dorp hebben die op allerlei gebieden zich ook inzetten. Vanavond gaan we dat ook zien hoe breed eigenlijk onze sport in Bunschoten is. En dat is ook de reden waarom we dit al jaren doen en waarom we zoiets hebben van dit moet en zal een belangrijk onderdeel blijven van onze gemeente, want we zijn trots op al onze sporters. Deze mooie klanken komen dan diverse kampioenen achter en volgens naar voren. En de gemeente verzocht de presentator, ondergesprekende van het Los Sportprogramma, het Sportcafé, de avond aan elkaar te praten. En zo wordt hier gesproken met onder 19 IJsselmeervogels, de dames, die niet alleen kampioen werden in hun competitie, maar ook de dubbel behaalden met dus bekerwinst. En medailles uit handen van wethouder sportzaken Alice Kok van de Geest. Dus zowel de winter als de zomer. Onder de hoofdklasse. De zomer spelen we hoofdklasse. En in de winter zitten we net onder de hoofdklasse. Dus eigenlijk kan je dat de eerste klasse noemen. Winterkampioen en zomerkampioen, de jeugdboelvereniging Boulami. Daarna werd Agilitas behoorlijk in de medailles gehesen met onder andere Tigo de Graaf en Rick Veldhuizen. Nou, een beetje de zit af, maar er zit en nog een beetje het onderdeel na. Toen je klaar was, had je het idee van ik zou dus winnaar kunnen zijn? Nee, maar je bent het wel geworden. Ik zat dus in het begin van het seizoen zat ik in een team met de Springbokken in Soest. Dat lijkt me wel zelf heel leuk om te doen. En uiteindelijk hebben we het NK gehad en zijn we eerste geworden. Ja. Linda de Graaf en Lea Beekhuis, Sanne van Twillet en Zoe Wijngaard, Annabel Nagel. Kampioenen met het trampoline springen. De laatste individueel, de andere vier dames synchroon. Nou, aan het begin moet je aftellen als je gaat, dus dan wanneer je met je oefening begint. Dus dan moet je luisteren, maar voor de rest is vooral kijken naar elkaar. En synchroon springen is goed luisteren, maar ook heel goed kijken. En dan denk ik dat we zijn aan het springen en hoe kan je dan kijken? Dus gewoon uit je ooghoeken zie je wat bewegen en het luisteren is van, je hoort je partner eerder neerkomen of later neerkomen en dan weet je van, moet je aanpassen. Daarna was het de beurt aan Kirsten de Wit. Nederlands kampioen damesdubbel onder 15 jaar. Ze speelt bij Almere. Bij mij is het heel goed gegaan. Ik heb naast het NEK de kampioen geworden. Ook nog veel andere internationale prijzen gehaald. Zo ben ik in Zweden tweede geworden bij mijn dubbelpartner, waar ik ook het NEK heb mee gespeeld. Derde met dezelfde partner in Denemarken. En nog een keer tweede in Duitsland. En ik heb in februari dit jaar het NEK gespeeld in Rusland. Bewondering voor de prestaties van badmintontalent Kirsten de Wit. Dan was er ruimte voor de familie Holwerf. Willem Holwerf werd Nederlands kampioen op de massastart bij de senioren. We gaan dus naar het schaatsen.
Ja, klopt. In schaatsen heb je natuurlijk hele mooie selectiecriteria's heb je daar. En dan gaat sommige schaatsen buiten eigen presteren gaat het om worden de mensen geselecteerd. In dit geval was het ook al de selectie voor de Olympische Spelen was al gemaakt voordat het NK was. Op basis van, ik vond het zelf hele rare meetmomenten. Maar toch, zo gaat het helemaal bij de KNSB. Zus Katelijne Holwerf werd Nederlands kampioen op de weg junior vrouwen. Dan hebben we het over wielrennen. Van ons vijf uit de ploeg heb ik dan de beste sprint in de benen. Maar de vijf andere meiden waren allemaal apartelingen, zeg maar. Die konden ook allemaal heel goed sprinten. Dus dat was nog geen eindje. Ja, Willem en Katelijne, dat zijn broer en zus. En Bart is de neef. En Bart hoort dan bij Evert. Alleen Evert is er niet. Applaus voor Bart. Nou, dan gaan we schaatsen altijd in de Wijzenzee. Concurrenten, de grootste sprint, begonnen een beetje te vechten tegen elkaar. Je kwam een beetje in onbalans en ik kwam steeds verder en voorbij. En toen kwam ik in één keer mijn broer voorbij en toen was de streep er. Ja. Tijd voor Total Gymnastics met Wessel Hopman, Nederlands kampioen voltige en Menno Bevenage, Nederlands kampioen aan de ringen. Dat was zeker zo, Peter. Ja, mijn oefening was niet al te moeilijk, maar ik had heel netjes geturnd. En mijn concurrent die deed een wat moeilijkere oefening om over mij heen te komen. En hij was helaas gevallen en daardoor ben ik Nederlands kampioen geworden. U kijkt nu naar een impressie van de huldiging van de sportkampioenen. Maar binnenkort bij het Los Sportcafé, dat zal over enkele weken zijn, een uitgebreidere reportage. Waarbij de kampioenen die u hier ziet wat langer aan het woord zullen zijn. En u een betere indruk krijgt van hun successen en hun sport. Dan de thuisspelende vereniging watersportvereniging De Eendracht. Hier Tijmen de Graaf als kampioen. Nou, om heel eerlijk te zijn, denk ik in 2016 kampioen geworden. Vorig jaar hebben we nog een keer getracht een kampioenschap te zijn. Dat is uitgemond in maar twee wedstrijden in een ongeldige serie. Door gebrek aan wind. Ja. Dan wordt het tijd voor de heksenketel van Keunis Hopman. We gaan liggen met de start. Dat is heel erg belangrijk. Je hebt 23 schepen in onze klasse. En je komt in de laatste 5-4 minuut. Kom je met z'n allen op een lijntje van 400 meter terecht. En dat wil linksaf, dat wil rechtsaf, dat wil allemaal door elkaar heen. En je wil niet over elkaar heen varen. Nou, bekijken. En durf. En we gaan om te meten. Overal tussendoor. Dus dat komt meestal goed. Ja. Aan het woord waren drie van de zes bemanningsleden van de Lemster Aak van Teunis Hopman links. Zij krijgen een medaille. Dan sluiten we de rij met het voltige team van Groenendaal. Heel veel vertrouwen hebben, want je moet iedere keer met z'n tweeën als je in een team zit. En ik heb er hier twee staan, die gaan met mij het paard op. En als ze mij niet vertrouwen, dan gaat het mis, want ze zijn afhankelijk van mij of ze wel of niet op het paard staan. Als je geen vertrouwen hebt, kun je beter niet starten. We hebben jarenlang gebruik gemaakt van paarden van Groenendaal, van de manege. Maar die paarden hebben het heel druk, dus het wordt gewoon te veel om ook voltige te doen. Nou stopte team 1, zou toch al stoppen vanwege mensen die aan het studeren zijn en zo. En team 2, die kunnen dus geen paard meer van de manege gebruiken. Dus die gaan in ieder geval voorlopig in Barneveld trainen. En dit voltige team sloot de rij van de kampioenen van de gemeente Bunschoten. Zij werden gehuldigd maandag 3 september en dat gebeurde bij watersportvereniging De Eemslag. Daarna was het tijd voor een hapje en een drankje. En kon er nog even gezellig nagepraat worden of misschien wel vooruitgekeken naar het komende seizoen. Nieuwe sportuitdagingen liggen dan te wachten en wie weet, wie zijn er dan volgend jaar weer te gast? Waar zijn we dan? En ook, welke mensen krijgen dan deze medaille uitgereikt van de gemeente Bunschoten? Elke woensdagmorgen biedt het buurtcafé van de Boei een terrasje in eigen buurt of straat. Komend najaar is het buurtcafé onder andere te vinden in de Verdistraat, Bizetstraat en de Dopperstraat. Iedereen is welkom om aan te schuiven of je nu in de straat woont of
komt langs fietsen. Het buurtcafé is elke woensdagmorgen aanwezig van 10 tot 12 uur. Zou u willen dat het buurtcafé bij u in de straat komt? Neem dan gerust contact op met een van de medewerkers. U kent vast allemaal de foto op de muur bij de mandenmaker. Twee dames die lachend aan het pootje baden zijn. Daar is nu iets leuks mee aan de hand. Twee vriendinnen, Rodé en Lois, allebei 9 jaar, kwamen erachter dat hun overgrootoma's samen op de foto staan. De meiden hebben nu met klederdracht aan op de visserijdag dezelfde foto gemaakt. 3 generaties verder dus. Op zaterdag 22 september vindt van 9:30 tot 10:30 de dag van de aangepaste sport regio Eemland plaats op het sportpark burgemeester Buining in Leusden. Tijdens deze dag van de aangepaste sport presenteren sportverenigingen uit de regio verspreid over het park, zowel binnen als buiten, hun aangepaste sport en spel aan regiobewoners met een beperking. Tegelijkertijd vindt er een symposium plaats voor professionals en beleidsmakers, ambtenaren, bestuurders en raadsleden. De presentatie is in handen van voormalig Paralympiër en tegenwoordig NOS-verslaggever Paralympische Sporten Mark de Hond. Paralympisch triatleet Jolijn Hakker uit Soest en Antoine de Brouwer van het landelijke programmateam Grenzeloos Actief zijn de speakers. 6 wethouders uit Woudenberg, Soest, Leusden, Bunschoten, Baren en Amersfoort zullen aanwezig zijn om deze ochtend het convenant Grenzeloos Actief, de regionale samenwerking om sporten voor mensen met een beperking te promoten, te ondertekenen. Gisteren kon u een reportage zien van de Visserijdag, die weer een enorm succes was. We kregen nog heel veel foto's aangeleverd die we u niet willen onthouden. Bij, in en om het stoomgemaal Arkemeen vindt zaterdag 8 september van 11 tot 4 uur voor de 11e keer een gezellige oude ambachtenmarkt plus plaats. Van palingroken tot bonbons, van wol spinnen tot vilten, van kaas maken tot schiemanswerk, van sieraden maken tot inmaken en van houten sculpturen tot de wereldwinkel. Er worden diverse kleine workshops gegeven, ook voor kinderen. Jan Prins, de mandenmaker uit Hooglanderveen, is ieder jaar van de partij. Als mensen vragen of hij de manden zelf maakt, dan komt zijn slogan: deze manden zijn niet gemaakt door kinderen uit Taiwan, maar gewoon door Jan. Hij zoekt nog een opvolger. In de middag zorgt accordeonist Peter voor een Europees en maritiem tintje met Franse chansons en zeemansliederen. Je mag meezingen. Het stoomgemaal is deze dag in werking en stoomt er lustig op los. De stokers kunnen je alles over het wel en wee van hun stoomgemaal vertellen. De entree is gratis. Het is namelijk ook Nationale Monumentendag met als thema Europa.
Weet jij alle vlaggen van de Europese landen? De entree, ik zei het al, is gratis, omdat het Monumentendag is. Het zal u opgevallen zijn dat u regelmatig Los Actueel zag. Het zijn items die eigenlijk niet kunnen wachten tot een paar dagen later Spakenburg Nu komt. Dat zal vaker voorkomen. Heeft u iets te melden, iets dat actueel uitgezonden moet worden? Belt u ons dan op 298-7171 in de ochtenduren of e-mail naar rtv@omroepspakenburg.nl. Vrijdagavond 31 augustus was voor de tweeling Dick en Frank Koopman een gedenkwaardige avond. Ze vierden hun gouden brandweerjubileum en daar kon niet aan voorbij gegaan worden. Zo zal het er vanavond uitzien. Daarna zal er gelegenheid zijn om hun te feliciteren. Het meest handig is om dat daar te doen, zodat de cadeaus ook op die tafel neergezet kunnen worden. Daarna kunt u gewoon pakken van de bar wat er aangeboden wordt. Zo zal het ongeveer vanavond eruit zien. Beste mensen, hier allemaal aanwezig. Frank en Hester en Dick en Miranda en allen die om jullie heen staan en zitten. Ik wil graag even jullie toespreken. Ik heb het natuurlijk alles eerder gedaan. Ik ga je zo eren, maar dan ga ik wel even vanwege het feit dat jullie met z'n tweeën zijn samen zijn, ga ik dat ook met z'n tweeën doen. Ja, het is natuurlijk nog een idee om je te eren om de kantine naar je te noemen. Dat zou top zijn. Gaan we niet doen. Maar misschien kunnen we de Coffee Pantry het Frank Koopman hoekje gaan noemen. Zo, oké. Nou, ik zie het bordje wel verschijnen. Er zijn jullie als vrijwilligers zelf werkzaam voor. Ik wil jullie graag naar voren halen en hier graag samen hebben eerst. Want ik wil aan jullie de vrijwilligersmedaille overhandigen en de oorkonde die daarbij hoort. En ik zal hem even voorlezen. Dan weten jullie ook wat erop staat. Kom maar even eerst naast me staan samen. Dan hoef ik hem namelijk niet twee keer voor te lezen. Vrijwilligersmedaille Openbare Orde en Veiligheid. De Veiligheidsregio Utrecht, cluster Eemland, verleent hierbij als blijk van waardering vanwege Zijne Majesteit de Koning het jaarteken dat behoort bij de Vrijwilligersmedaille Openbare Orde en Veiligheid aan Dick Koopman en Frank Koopman. Voor de wijze waarop u gedurende 25 jaar beide werkzaamheden heeft verricht als korpslid post Bunschoten. En dat allemaal ondertekend door de Veiligheidsregio Utrecht, de postcommandant Rolf Willemsen. Die mag ik jullie overhandigen, maar ik doe het ook om dat teken even op te spelden. Kijk maar of dat lukt. Gaat dat lukken, Rolf? Of is dat zo ingewikkeld dat ik dat niet moet willen? Nou, dan moet ik dat niet willen, maar dan ga ik wel aan jullie geven, alsjeblieft. Dit mag ergens op dat hele mooie pak van jullie, zodat dat gezien mag worden. Maar jullie krijgen wel deze hele mooie oorkonde mee. Ik weet niet of nog een oorkonde van 20 jaar hangt boven jullie bed. Ja. Dan kan deze nu achter blijven zitten, dan hang je deze ervoor. Alsjeblieft, dit is jouw naam. En dan ga ik wel spelden, dat gaat wel lukken. Want ik heb een oorkonde toegekend door Brandweer Nederland. En daar zit ook een mooie onderscheidingspenning bij voor 25 jaar in brandweerdienst. Dan moet ik even
prikken zonder te prikken. Waar moet ik hem op doen? Ik zal hem aan die kant doen, aan die andere kant zitten de bloemen. Dat is één. Ja. Truc bij de truc. Het blijft hartstikke leuk. Het is super dat jullie dat op deze manier kunnen doen. Ik wil deze ook nog even overhandigen. Mag ik jullie dames naar voren halen? Omdat wij... Oh, wacht even. We komen ook nog met een... Ja, dit is hem nu ook. Ja, dat is hem niet, een beeldje. Nee. Wat zeg je nou? Die beeldje hadden ze niet. Nee, deze niet. Ja, die is waar. Ja. Ja? Ja, goed gezien dat het allemaal de naam goed is. Alles wat jullie verwisselen is voor eigen risico. Mag ik jullie dames bij je halen, Hester en Miranda, om daar even naast te gaan staan. En dan wil ik jullie ook van harte feliciteren. Beste mensen, we zullen hen ook van harte feliciteren, maar ook bedanken voor alles wat gedaan wordt voor de brandweer en rondom de brandweer in hun gezin. Maar ik wil in ieder geval jullie van harte feliciteren en mag het een daverend applaus zijn. Alsjeblieft. Van harte gefeliciteerd. Van harte gefeliciteerd. Van harte. Alsjeblieft. Zo, geniet ervan. Hard praten. We gaan doen het zonder microfoon. Ja, we willen samen wat vertellen. Ik heb iets... Nog harder? Nog harder. Oké. Okay. We zitten al bij 25 jaar bij de brandweer. Ze zeggen ook altijd, ja, je pater hoort er ook bij. En dat klopt. Pater hoort erbij. Ja, als het piepen gaat, ga je toch weg en je laat alles achter zoals het achtergelaten wordt. Dus abas, het kan van alles zijn. En ja, je wordt toch wel geholpen thuis. Dus ja, de waardering naar de vrouwen, ook naar de kinderen. Want ze zeggen ook wel, hey, wat hebben de kinderen mee te maken? Nou, geloof me, als je de kinderen wat beloofd hebt om weg te gaan en je piepen gaat, dan is dat af en toe sneu voor je kinderen. Vooral als je zegt, hey, zullen we lekker naar een dierentuin gaan of ergens anders heen. En je zegt, ja, kan niet, want ik heb dienst. Ja, dan is het toch altijd heel vervelend. En de burgemeester haalde net aan dat ze vroeger wel eens wat kwartekwaad hebben uitgehaald. Ik herken ze helemaal niet zo. Het zijn gewoon keurige jongens. En dat mag ook wel eens een keer gezegd worden. Goed. Ik weet niet of jullie dit programma kennen. Dit noemen ze de roost. En dit is meneer Pannenkoek en die is heel mild vergeleken met mij. Maar die heeft een bepaald talent om mensen doelbewust tot aan de grond af te zagen. Nou, dat doe ik dus ook. Stukje koek. Je moet straks even in de hoek hoor. Er zit op zo'n boog over zijn huis. Oh, ik kan niet meer lachen. Ben je klaar? Hé jongens, ja, ja, Dick en Frank Koopman, 25 jaar bij de brandweer. Een unieke situatie. Twee jongens van, we hebben het gehoord vanavond, hè, van de burgemeester, van de voorzitter van de vereniging. En uiteraard hebben jullie zelf ook wat gezegd. Je eerste indruk van deze, ja, receptie, 25 jaar jubileum. Ja, ik vind het gewoon geweldig dat je familie er is en de kennissen. En dat je dat mag delen, dat je 25 jaar bij de brandweer zit. Ja, dat hoor je niet vaak meer, dat je 25 jaar bij de brandweer zit. Dus, ja, het is gewoon fantastisch dat je een receptie aangeboden krijgt. En dat je daarvan mag genieten. Dus geweldig. Okay. Nou is er natuurlijk in die 25 jaar heel veel gebeurd. En ja, er wordt in vogelvlucht wordt er wel eventjes gekscherend wat gezegd.
En, maar er zijn natuurlijk ook serieuze dingen geweest. Hè? Dick, je hebt er een paar genoemd. Kun je daar iets van zeggen? Wat je zeg maar in die 25 jaar hebt meegemaakt. Wat toch wel behoorlijke impact heeft gehad. Ook zeg maar op je dagelijks leven. Nou, je wordt opgepiept in situaties waar andere mensen weggaan. En daar ga jij dan weer heen. En dan zijn wij duikers geweest. En dan maak je wel dingen mee waar je toch af en toe even mee blijft zitten. Dus vooral met duiken, als je dan opgepiept wordt dat er een kind vermist wordt. En dat maakt wel een hele hoop indruk. Dus dat zijn wel dingen die wel moeilijk zijn af en toe. Vooral kinderen. Jullie hebben natuurlijk als brandweerlieden, ja, je moet trainen, je moet oefenen, je moet opleiden, je moet van alles natuurlijk doen. Hè? Daarnaast is het denk ik ook wel zo dat als je al die dingen doet, die pieper gaat, dan gebeurt het, hè? Ja, dat klopt. Je moet altijd paraat staan. Je hebt diensten, je mag niet drinken. Je moet overal rekening mee houden. En elk moment van de dag kun je opgepiept worden. 'S Nachts als je ligt te slapen, zelfs als je in de kerk zit, kun je opgepiept worden. En dan moet je altijd paraat zijn. En dan is die kennis die je opbouwt bij de brandweer is natuurlijk heel belangrijk. Want het moet een automatisme worden. En daar leer je gewoon van. Ik denk dat ik van de 25 jaar zeker 12 jaar geleerd heb. Duiken. Je maakt WVD. Je maakt allerlei cursussen maak je mee. En dat leer je van. Dus dat is wel goed. Jullie hebben bewust gekozen zeg maar, om hier te beginnen. Hè, binnen Bunschoten als vrijwilligers. Jullie hebben het ook tot je beroep gemaakt. Hoe is die stap geweest? Waarom heb je dat gedaan? Ja, het is gewoon heel mooi. Je ziet wat er kan gebeuren bij een brand. Waar voor schade dat aan kan richten. Ik heb toen de kant gekozen bij de brandweer om preventie te doen. En dat is eigenlijk het voorkomen van branden. En van ongevallen. En dan ga je verder kijken. Hey, ken je wat voor die mensen betekenen? En dan denk je, je gaat een bedrijf beginnen. En om mensen toch bewust te maken wat het voor ons bedrijf kan betekenen als een bedrijf afbrandt. En daar kun je als je ervaring hebt. Ik heb de preventieopleiding gedaan. En dan kun je die bedrijf wel heel helpen en vertellen wat de risico's zijn van brand. En dat is gewoon heel mooi dat je ervaring, je repressieve uitdrukken, dat je ziet wat er kan gebeuren. Je kan daar mensen mee helpen en bewust maken wat de risico's zijn. Jullie hebben allebei een schat van een vrouw. Dat hebben we gezien, dat hebben we gehoord. En hoe ervaren die dat? Hè? Want het kan midden in de nacht, het kan steenkoud zijn, het kan van alles zijn. En jullie vertrekken onmiddellijk, hè? Die piepen gaat en die adrenaline die hier door je lichaam. En daar ga je. Hè? Hoe gaan jullie vrouwen dan mee? En de kinderen natuurlijk ook. Ja, in het begin is het natuurlijk heel meelevend. Hè? Ze houden de deur voor je open. Ze gaan, ze leggen alles klaar voor je. De autosleutels geven ze aan. Maar in die jaren verslapt het wel een beetje natuurlijk. Want ja, als je 15 jaar al uitdruk hebt, dan ja, dat gaat prima. En de vrouw vangt het wel goed. Het meer probleem is, zeg maar, als je dienst hebt, dan kun je gewoon weinig dingen doen. Je moet in het dorp blijven. Dus daar heeft mijn vrouw wat meer moeite mee gehad. En ook de kinderen natuurlijk, als je iets beloofd had en je kon op een gegeven moment niet iets doen omdat je een uitdruk had. Ja, dat is gewoon sneu voor de kinderen. Maar ja, je stapt in de brandweer en dan heb je ook je verantwoordelijkheden. En dan neem je gezin wel mee met die verantwoordelijkheid. Maar op zich, de kinderen vinden het fantastisch en mijn vrouw ook hoor. Dus, maar in het begin was ze zeker wel wennen aan voor Esther dat ze wel eens teleurgesteld werd. Nou is jullie receptie vanavond in de nieuwe brandweerkazerne. Ik heb begrepen, jullie hebben daar ook behoorlijk wat tijd en energie in gestoken. Wat vind je van de nieuwe kazerne? Ja, het is fantastisch. We zijn gekomen bij de oude kazerne. En je ziet gewoon dat de slijtage van materiaal en ja, de inrichting, dat het gewoon minder wordt. Ook arbo technisch wordt het gewoon minder. En we waren gewoon toe aan een nieuwe kazerne. En als ik hier door de kazerne loop, ben ik ontzettend trots. Vooral waar wij mogen zitten, de kantine, is gewoon schitterend. Het is gewoon echt een woonkamer geworden voor de vrijwilligers. Ik heb hier al een paar keer mogen zitten en dan zit je echt te genieten. Een beetje woonachtig, woonkamerachtig huis. Hè. Een televisie, een bar, we kunnen ons goed vermaken hier al. Voor de vrijwilligers zeker een pluspunt dat er een nieuwe kazerne is. Er zijn uiteraard, het korps is er volledig, ook met de vrouwen zeg maar. En er zijn ook veel oud-gedienden. Vinden jullie leuk dat er zoveel belangstelling is? Ja, absoluut. Vooral de oud-gedienden die je al jaren niet ziet en weer terugkomt. En gewoon weer gezellig met elkaar straks gaan praten. Want
We gaan natuurlijk straks lekker feest vieren en we gaan wat drinken met z'n allen. Dan worden er natuurlijk weer oude verhalen boven gehaald, wat we allemaal meegemaakt hebben. En wat, ja, die oude kerels hebben natuurlijk de mooiste branden meegemaakt. En wij nooit wat natuurlijk. Dus nee, het is hartstikke gezellig. Dus leuk. Nou, hartstikke leuk. Fantastische receptie. Terugkijken nog 25 jaar, heel mooi. Hoe lang nog verder? Nou, we zouden eigenlijk 25 jaar volmaken. Maar we hebben wat meer vrije tijd natuurlijk gekregen omdat Dick helemaal in de zaak gaat. Ja. Hij gaat per 1 oktober stoppen bij de brandweer. Niet als vrijwilliger, maar als beroepszijnde. En dan hebben we wat meer vrije tijd over voor de vrijwilligers. Dus nog misschien 5 jaar erbij, dus tot de 30. En dan de 30 jaar zien we wel. Maar 30 jaar vind ik wel echt wel een hele lange tijd. Vooral voor deze tijden, want 30 jaar is natuurlijk een unicum. Dank jullie wel. Graag gedaan. Dit was Spakenburg Nu. Tot 11 uur kunt u het elke uur nog zien. Zaterdag zijn wij er weer met een nieuwe aflevering. Nog een fijne dag.